In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Neem de plaats. Beste broeders en zusters, goedenavond en van harte welkom hier in deze kerk, in de viering van de Eucharistie, waarin wij samen de liturgie van de tweede zondag van Pasen gaan vieren. Een bijzonder welkom aan de nabestaanden van mevrouw Annie van Dijk van der Laak, mevrouw Henny Thomassen van Lingen, mevrouw Ricky Maas David, vanwege hun eerstejaartijden. Na deze heilige mis willen wij u de heilige kruisen aan u overhandigen. Ik wens u alle nabestaanden heel veel kracht en sterkte toe. Omdat gij mij gezien hebt, Thomas, geloofde. Zalig zij die niet zien en toch geloven. Dit zijn de woorden van Alleluia-versie van vandaag. We horen in het evangelie van vandaag over ongelovige Thomas. Thomas gelooft niet dat Jezus verrezen is uit de dood, want omdat hij Jezus nog niet gezien heeft. We hebben wel eens aan onszelf en aan ons geloof getwijfeld. Soms zegt ons verstand dat iets onmogelijk is, terwijl wij intuïtief aanvoelen dat het kan. Met ons verstand alleen komen we nooit tot geloof. Geloven leren wij in gemeenschap met andere gelovigen. Geloven leren wij door het vertrouwen dat anderen ons schenken. En Jezus zegt nog verder: zalig zij die mij niet zien en toch geloven. Om deze heilige mis waardig te kunnen vieren, willen wij eerst God vragen voor al onze twijfels en fouten. Zeggen we samen: ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, alle macht, alle engelen en heiligen en de broeders en zusters, voor mij te bidden door de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich boven ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Thank you.
Laat ons bidden. Barmhartige en eeuwige God, ieder jaar brengt gij in de viering van het paasfeest het geloof van uw volk tot nieuw leven. Blijf allen uw genade schenken en laat hun de diepe zin verstaan van het water, waardoor zij zijn gereinigd van de geest in wie zij zijn herboren en van het bloed waardoor zij zijn verlost. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. We gaan luisteren naar het woord van God. De lezingen vindt u vanaf bladzijde 4 in uw boekjes. De eerste lezing is genomen uit de Handelingen der Apostelen. De menigte die het geloof had aangenomen, was één van hart en één van ziel. En er was niemand die iets van zijn bezittingen zijn eigendom noemde. Integendeel, zij bezaten alles gemeenschappelijk. Met kracht en klem legden de apostelen getuigenis af van de verrijzenis van de Heer Jezus. En rijke genade rustte op hen allen. Er was geen enkele noodlijdende onder hen, omdat alle die landerijen of huizen bezaten, deze verkochten en de opbrengst ervan meebrachten, om aan de voeten van de apostelen neer te leggen. Aan ieder werd daarvan uitgedeeld naar zijn behoefte. Woord van de Heer. De tweede lezing is genomen uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes. Vrienden, iedereen die gelooft dat Jezus de Verlosser is, is een kind van God. Welnu, wie de Vader lief heeft, bemint ook het kind. Willen wij God lief hebben en zijn geboden onderhouden, dan moeten wij ook Gods kinderen lief hebben. Dat is onze maatstaf. God beminnen wil zeggen zijn geboden onderhouden en zijn geboden zijn niet moeilijk te onderhouden. Want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld.
En het wapen waarmee hij de wereld overwinnen, is geen ander dan ons geloof. Niemand kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Hij is het die gekomen is met water en bloed, Jezus Christus. Zo spreekt de Heer. De Heer zal bij u zijn. Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Johannes. Lof zij u, Christus. Op de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren, uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: Vrede zij u. Na dit gezegd te hebben, toonde hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: Vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u. Na deze woorden blies hij over hen en zei: Ontvangt de Heilige Geest. Als gij iemand zonde vergeeft, dan zijn ze vergeven. En als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Thomas, een van de 12, ook Didymus genaamd, was echter niet bij hen toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden hem: Wij hebben de Heer gezien. Maar hij antwoordde: Zolang ik in zijn handen niet het teken van de nagelen zie en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik zeker niet geloven. 8 dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen en nu was Thomas erbij. Hoewel de deuren gesloten waren, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: Vrede zij u. Vervolgens zei hij tot Thomas: Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde. En wees niet langer ongelovig, maar gelovig. Toen riep Thomas uit: Mijn Heer en mijn God. Toen zei Jezus tot hem: Omdat ge mij gezien hebt, gelooft ge. Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben. In het bijzijn van zijn leerlingen heeft Jezus nog vele andere tekenen gedaan, welke niet in het boek zijn opgetekend. Maar deze hier zijn opgetekend, opdat gij moogt geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat gij door te geloven leven moogt in zijn naam. Woord van de Heer.
Vrede laat ik u na, mijn vrede geef ik u. Beste zusters en broeders, we horen die woorden van Jezus in elke Eucharistieviering. En hij voegt daar nog aan toe dat hij vrede geeft zoals de wereld die niet kan geven. Het zijn woorden uit zijn afscheidsrede tijdens het laatste avondmaal. De dag erna wordt hij gekruisigd en sterft hij een vreselijke dood. En wanneer hij na zijn verrijzenis aan zijn leerlingen verschijnt, zijn eerste woorden opnieuw: vrede zij u. Geen verwijtende woorden van haat om hun verraad, maar vrede. Wij groeten normaal op straat: goedemorgen, hallo, hoi. Maar Israëlieten groeten altijd op straat: vrede zij u. En die vredeswens is zo belangrijk dat Jezus hem meteen herhaalt en de Heilige Geest over zijn leerlingen laat neerdalen, opdat zij zouden kunnen vergeven. Als zij dat niet kunnen, is vrede onmogelijk en kan het Koninkrijk van God niet tot stand komen. Dat Koninkrijk is immers geen rijk van wraak en ook niet van macht en onderdrukking, maar van liefde, nederigheid en vergeving. In dat Koninkrijk heerst vrede zoals de wereld die niet kan geven. Want de wereld denkt dikwijls aan macht en eigenbelang, aan overheersing en uitbuiting, aan armoede en slavernij. Jezus daarentegen staat voor liefde en vrede. Dat blijkt uit zijn afscheidsrede en uit zijn ontmoeting met zijn leerlingen. Bij die ontmoeting valt natuurlijk ook Thomas op. Hij is afwezig en wil bij zijn thuiskomst niet geloven dat Jezus aan de anderen verschenen is. Misschien wekt het verbazing, maar wellicht zijn wij te weinig Thomas. Hij is immers helemaal geen ongelovige Thomas. Integendeel, hij is een diepgelovige apostel die niet wil dat zijn geloof verminkt wordt door een fantasieverhaal over Jezus die verrezen is en aan de anderen verschenen zou zijn. Goed geprobeerd, zegt hij, maar hou daar alstublieft mee op, want ik hou niet van zulke pijnlijke fantasie. Thomas is dus kritisch tegenover wat hij hoort. Wij daarentegen zijn dat dikwijls niet of veel te weinig. Wij worden elke dag overspoeld door nieuws dat helemaal geen nieuws is. Heel dikwijls gaat het zelfs om leugens die verspreid worden om anderen te treffen via internet, Facebook, Instagram, YouTube, Wikipedia, Google, smartphone, Twitter, weblogs en zoveel andere kanalen die allemaal social media genoemd worden. Maar heel dikwijls zijn ze helemaal niet sociaal, want ze dienen vooral om veel geld te verdienen, om tegenstanders af te breken, om bij verkiezingen mensen te misleiden en in het beste geval om nieuws dat geen nieuws is toch als belangrijk voor te stellen. Van zulk zogezegd belangrijk nieuws worden wij echt overspoeld. Allemaal nieuws dat helemaal geen nieuws is, maar dat wel uitstijgt boven dingen die het mensdom in zijn geheel treffen
en die dus echt wel belangrijk nieuws zijn. Bijvoorbeeld dat de opwarming van de aarde heel negatieve gevolgen heeft en dat wij daar met z'n allen verantwoordelijk voor zijn. Dat er miljoenen vluchtelingen zijn en 800 miljoen mensen dagelijks honger lijden. Dat de wereld ziekelijk veel geld verbrast aan een waanzinnige en doodsgevaarlijke wapenwedloop. Dat de uitbuiting van armen en zwakken groeit. Dat de wereldleiders meer en meer dictators worden die hun wil opdringen. Dat wij kunnen nog geen hele tijd zo doorgaan en wij kunnen er ook op wijzen dat vals nieuws en nepnieuws zeer veel invloed hebben, zozeer dat ze doen en denken van ongelooflijk veel mensen volledig beïnvloeden. Dat er dus geen echt vrij denken en handelen meer is. Zusters en broeders, laten we even kritisch zijn als Thomas en dus niet zomaar alles slikken wat op ons afkomt. Laten wij ons op zijn minst afvragen of iets wel waar kan zijn. Maar laten wij ons niet alleen spiegelen aan de kritische Thomas, maar ook aan de diepgelovige Thomas. Wanneer Jezus aan hem verschijnt, roept hij vol vreugde uit: "Mijn Heer en mijn God." En dat is meteen de sterkste geloofsbelijdenis die in het evangelie te vinden is. Zijn ook wij zo diepgelovig? Komen ook wij in deze moeilijke tijden van kerkleegloop en kerksluitingen met vreugde uit voor ons geloof? En proberen wij er echt iets van te maken? Ik wens het ons allen toe, want alleen vanuit zulk diep geloof kan ook de vrede over ons komen die Jezus ons allen toewenst en die Hij ook ons nalaat. Amen. Neemt u op bladzijde 6 voor de woorden van de geloofsbelijdenis, bidden wij samen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, de Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, in nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Neemt u plaats. God, vol vruchten om uw barmhartigheid bidden wij. Wij bidden om een missionaire kerk die vrijmoedig durft te spreken over Jezus de Verrezene. Om mensen die kiezen om Jezus leerling te worden. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor ons. Wij bidden om barmhartigheid voor allen die onder schuld gebukt gaan. Om een diep vertrouwen op Jezus en in de liefde van de Vader. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor ons. Om bijstand in de crisis vanwege het coronavirus. Om genezing voor de zieken. Om kracht voor hen die de zieken verzorgen. En vrijheid voor alle die zich opgesloten weten. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor ons. Om genade en kracht voor alle die de nabijheid van dierbaren missen. Voor alle die eenzaam en verlaten zijn in onze wereld. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u verhoor ons.
En we bidden in dit uur ook in het bijzonder voor Annie van Dijk van der Laak, Henny Thomassen van Lingen en Ricky Maas de Wit. Voor hen houden we in dit uur hun jaargetijden, een jaar geleden van hun afscheid moeten nemen in geloof. Dat zij alle thuis mogen zijn in die vrede van God. En voor hen die achterblijven daar ook ten beste mogen spreken. Laat ons bidden. Voorts willen we ook de namen noemen van de intenties die zijn aangereikt en voor wie we deze heilige mis ook opdragen. Voor Nel Kouwenberg van Zuiden, ook vanwege haar jaargetijden. Theo Smolders, overleden parochianen. Lena Mollen, Jo Veijen Lepelaars, Wim en Coleta van de Kerkhof Smits, Jo Smichels, pastoor Willy Schaar, overleden ouders Brom van Mierlo, overleden ouders Theus Otten en overleden dochter Alda Theus, Jan en Lies van Delft van Dijk. En vanwege de 6-weken-dienst wordt ons gebed ook gevraagd voor Miet van der Laak en Toon van Poppel. In de afgelopen week hebben we in geloof afscheid genomen van Mien Jansen Verberk, 91 jaar, vanuit Waalgedorp. Voor Toon van Poppel, 72 jaar. Voor hem heeft de crematiedienst plaatsgevonden in Heesen. Trees Leenders Baken, 94 jaar. De uitvaart heeft vandaag plaatsgevonden vanuit de Servatiuskerk. Tanja de Vlam Smits van Waasbergen, 91 jaar. Haar uitvaart heeft plaatsgevonden vanuit de Willibrorduskerk vanmorgen. Dat al onze overledenen thuis mogen zijn in de vrede en vreugde bij God die geen einde zal kennen. Dat ze alle rusten in vrede. Laat ons bidden. En bidden we momenten in stilte voor al datgene ons mensen persoonlijk te harte gaat, lief en leed, vreugde en verdriet, leggen we het voor aan die levende Heer Jezus Christus. Goede God, u bent een God van leven en erbarmen. Wil dan naar ons gebed luisteren en alles vervullen van de verlossing die Pasen ons wil brengen door Christus onze Heer. Amen. We zullen de altaartafel in gereedheid brengen om Christus te ontmoeten in het breken van het brood. Uw offergave kunt u na deze dienst neerleggen in de collecteschaal achter in de kerk. Wij voorbaat dank voor uw offergave, uw bijdrage.
Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. Heilige Vader, maak deze gaven van brood en wijn, leggen wij ons leven in uw hand. Maak ons nieuw en vermeerder ons geloof in uw verrezen Zoon, Jezus, onze Heer. Amen. De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. Verhef uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Hij is onze dankbaarheid waardig. U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid. En om heil en genezing te vinden, zullen wij uw naam verkondigen al onze dagen. Maar vooral in deze tijd bezingen wij u, want ons paaslam, Christus, is voor ons geslacht. Hij die voor ons geworden is, het lam dat wegdraagt de zonden der wereld. Onze dood is hij gestorven. Voorgoed heeft hij de dood ontwapend en gedood. Hij is opgestaan ten leven en alles heeft hij nieuw gemaakt. Vruchten om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen. Vruchten vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die u loven, die u dit lied toejuichen zonder einde. Voor onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakt hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij je dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn, de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Laat u nu mogelijk gaan staan. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uw. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn Almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drink hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij beleiden tot gij wederkeert.
dat gij verrezen zijt. Neemt u plaats. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindigheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij uw Vader voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan onze bisschop Gerardus en zijn hoofdbisschop Robertus en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook diegenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilig Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op uw vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laten we bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons, Heer, ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gestoende door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachten op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede des Heren zij altijd met u. Jezus wenst ons in het evangelie heel uitdrukkelijk, vrede zij u. Die vrede mogen we ten diepste beleven, maar ook aan elkaar ook doorgeven. En daarom ook de oproep, geven we elkaar een groet van vrede. Vrede van Christus. Vrede van Christus. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie hier het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.
bewaar mij tot eeuwige leven. Het ter communie gaan gaat in deze kerk als volgt. U komt dadelijk door de middenpad naar voren. Hiervoor, links en rechts, zullen de communie uitreiken. En dan gaat u via de zijkanten weer terug naar uw plaats in de kerk. Wilt u de communie ontvangen in uw open handen en niet zelf met twee vingers als een soort van pincet uit onze pincet proberen te grissen? We proberen elkaar zo ook niet aan te raken en de anderhalve meter afstand ook proberen te bewaren voor elkaar.
Jezus zei tot Thomas: steek uw hand uit en bezie de plaats van de nagelen en wees niet langer ongelovig, maar gelovig. Alleluia. Laat ons bidden. Almachtige God, wij vragen u, geef dat het paasmysterie waaraan wij in deze Eucharistie hebben deel gehad, blijvende vrucht in ons mag dragen. Door Christus onze Heer. Amen. Amen. We zijn bijna aan het eind gekomen van deze misviering. We zullen de gedachteniskruisjes aan u willen aanreiken. Graag een vertegenwoordiger namens de familie van Henny Thomassen van Lingen. De vertegenwoordigster van de familie van Ricky Maas de Wit. Meneer Maas. De vertegenwoordiger of vertegenwoordigster van de familie van Annie van Dijk van der Laak. Mede namens pastoor Sporen, pater Mesch, pater John en mijzelf wensen we u als naaste familieleden van Annie, Henny en Ricky ook heel veel kracht en sterkte toe. Het is weliswaar een jaar geleden, ook in een zeer moeilijke tijd waar we nu nog steeds in zitten, afscheid moeten nemen van iemand die u lief is. En dat maakt het verlies, het verwerken toe niet al te gemakkelijk. Heel veel sterkte en kracht toegewenst. En we wensen u van harte een hele fijne zaterdagavond toe. Morgen een goede zondag, een goed begin weer van een nieuwe week. En dat zullen we ook mogen doen onder de zegen van de algoede God, waarbij we in die mogelijkheid staan. De Heer zij met u. En met uw geest. Mogen de Almachtige God u zegenen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Wees gegroet, Maria. Vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. En gaat alle heen in vrede, alleluia, alleluia. Wij danken God, alleluia, alleluia.